Welkom bij dit informatieve filmpje over Merlin, speciaal voor therapeuten. Mijn naam is Samantha en ik ga u vandaag meer vertellen over wat Merlin is en wat de voordelen zijn van Merlin in de praktijk. In dit filmpje start ik met een korte introductie over CVA en over de nieuwe therapievormen die zijn ontstaan in de laatste paar jaren. Daarna ga ik het hebben over Merlin. Wat is Merlin? Wie is geschikt om te trainen met Merlin? Wat zijn de voordelen voor u als therapeut? We sluiten af met de resultaten van de Merlin-studie. CVA, ook wel beroerte genoemd, komt helaas veel voor in de bevolking. In het jaar 2018 waren er bijna 500.000 patiënten. Daarvan overleden er 9213. Patiënten die de beroerte overleven, moeten door met de gevolgen die de beroerte heeft achtergelaten. Problemen hierbij zijn bijvoorbeeld in de arm en hand. Ongeveer 77% heeft moeite met het gebruik van de arm en hand in het dagelijks leven. Om de arm- en handfunctie te verbeteren, moet er minstens 16 uur getraind worden. Patiënten in een chronische fase, dus na 6 maanden na CVA, krijgen deze intensieve zorg niet. Dit is deels te wijden aan de hoge kosten. Per jaar wordt er 1,5 miljard euro uitgegeven aan zorg rondom CVA-patiënten. In de laatste jaren zijn er nieuwe therapievormen ontstaan om therapeuten te ondersteunen in hun behandeling. Denk hierbij bijvoorbeeld aan virtual reality. Hierbij kan de patiënt even in een andere wereld plaatsnemen en daardoor gerichter oefenen. Andere vorm is robotische apparaten. Hier zijn twee vormen te onderscheiden. Met een motor, de arm wordt voor de patiënt bewogen en de neurologische paden kunnen op deze manier hersteld worden. Of zonder motor, als de patiënt al wel enige functie heeft. Hierbij wordt vaak de zwaartekracht opgeheven, zodat het makkelijker wordt voor de patiënt om te bewegen. Deze therapievormen hebben alleen allemaal één groot nadeel. Ze zijn heel erg duur. En zo komen we op Merlin. Merlin is een relatief goedkoop, compact en makkelijk systeem om te begrijpen. Hierdoor kan het makkelijk bij iemand thuis geplaatst worden of zelfstandig getraind worden in het revalidatiecentrum. Merlin bevat geen motoren. De patiënt moet zelf het apparaat kunnen bewegen. De onderarm komt in de onderarmsteun en de hand in de handsteun. Verder wordt er een computer bijgeleverd waar de spellen op staan en een mat waar het apparaat overheen bewogen moet worden. Merlin is geschikt voor CVA-patiënten. In de toekomst zou het misschien ook geschikt kunnen zijn voor patiënten met ander niet aangeboren hersenletsel, met wervelletsel of MS-patiënten. Maar voor nu zijn alleen patiënten met CVA geschikt om te trainen met Merlin. Patiënten die niet geschikt zijn om te trainen met Merlin zijn mensen met acute pijn, hoge mate van spasticiteit, osteoporose of andere fracturen die niet compleet geheeld zijn, psychische stoornissen of andere cognitieve problemen. Patiënten zijn wel geschikt met Merlin als ze in ieder geval enige vingerfunctie hebben. Dit betekent dat ze de vingers kunnen buigen en strekken. Dit kan gescoord worden op de Fugelmeyer Assessment Upper Extremity Scale. Het item vingerextensie moet minstens een 1 scoren. Patiënten moeten ook enige beweging in de arm hebben, in de schouder. Dus een abductie of een antiflexie. Anders kunnen patiënten niet in het apparaat komen en het apparaat niet bewegen. Verder moet de cognitie goed genoeg zijn. En als patiënten thuis trainen, moet er ook ruimte zijn om het apparaat neer te kunnen zetten en een internetverbinding. Laten we gaan kijken hoe Merlin eruit ziet. Merlin is makkelijk te transporteren. Laten we kijken hoe snel we Merlin kunnen opzetten bij de patiënt thuis. Het speelveld wordt op tafel gelegd en vastgeplakt zodat het niet verschuift. Het speelveld is groot genoeg dat het niet uitmaakt of de patiënt met links of met rechts moet trainen. Dan zetten we de laptophouder vast op de tafel. Door de laptophouder komt de laptop op ooghoogte van de patiënt te staan. Het apparaat, de arm assist, zit veilig opgeborgen in een stevige koffer. Hierdoor kan het apparaat niet beschadigd raken tijdens het vervoeren. De linker- en rechterhandsteun zijn eenvoudig te verwisselen. Merlin staat nu klaar voor gebruik. Nu kunnen we Merlin training gaan starten.
Eerst moeten we de arm in het apparaat leggen. De onderarm gaat in de onderarmsteun en de hand in de handsteun. Dan maken we de banden vast, zodat de onderarm goed op de juiste plek blijft liggen. Met het apparaat kunnen we verschillende bewegingen uitvoeren. We kunnen bijvoorbeeld over de tafel bewegen. We kunnen grijpen met de vingers. Hoe kunnen we tillen? Hiermee trainen we de kracht van de arm. Als laatst kunnen we de pols roteren. En hiermee gaan we spelletjes spelen. Nu kunnen we Merlin starten. We zien dat er spelletjes klaarstaan om vandaag te spelen. Ook kunnen we de berichten bekijken die gestuurd worden tussen therapeut en patiënt. Ook kunnen we de vooruitgang zien. Hier kunnen we zien welke spellen de afgelopen periode zijn gespeeld en de score die gehaald is. Laten we starten met het spelen van een spelletje. Nu kunnen we bijvoorbeeld een memory spelletje spelen. Ik grijp met de hand om het kaartje om te draaien. En probeer een matchende set te vinden. Ja, dat is er één! In dit spelletje moeten we in verschillende richtingen bewegen, om zo het plaatje zichtbaar te maken. Hiermee train ik de reikwijdte van mijn arm. En op deze manier kunt u thuis de arm trainen met Merlin door middel van leuke spelletjes. Merlin bevat 8 objectieve assessment spellen. Dit zijn spellen waarin variabelen worden gemeten, bijvoorbeeld de knijpkracht, de snelheid van de beweging en de range of motion, de reikwijdte. Ook bevat Merlin 8 spellen waarmee de patiënt kan trainen. Hierin kunnen verschillende bewegingen gecombineerd worden om het spel moeilijker te maken. De therapeut kan op afstand de therapie voor de patiënt klaarzetten. Hij bepaalt hierbij welke spellen gedaan moeten worden, hoe lang, welk level en welke beweging er gemaakt moeten worden. Als de patiënt heeft getraind, dan kan de therapeut zien wanneer de patiënt heeft getraind, hoe lang, welk level en de score. In grafieken wordt de voortgang van de patiënt weergegeven. Ook heeft Merlin een chatberichtenfunctie waarbij er contact kan plaatsvinden tussen patiënt en therapeut. Wat zijn de voordelen van het gebruik van Merlin voor u als therapeut? Ten eerste bent u veel minder tijd kwijt per patiënt. Daarnaast bevat het een objectieve evaluatie van de progressie van de patiënt. U kunt in één oogopslag zien welke trainingen er gepland waren en welke trainingen er gepland staan voor de komende periode. Merlin faciliteert een laagdrempelige vorm van communicatie, waardoor de patiënt zich verbonden voelt met de therapeut. Merlin is makkelijk te transporteren en de opzettijd is slechts 30 minuten. De patiënt kan meteen starten met training. Merlin zorgt ook voor veel meer training. Het is bekend dat meer training zorgt voor een betere arm- en handfunctie. En als laatst is Merlin relatief goedkoop in vergelijking met andere systemen. Hierdoor draagt het bij aan de duurzame zorg. En tot slot laten we nog graag de resultaten van de Merlin-studie zien. In deze studie deden er 14 mannen mee en 7 vrouwen, met een gemiddelde leeftijd van 65 jaar. 13 patiënten hadden een verlangen aan de linkerzijde en 8 patiënten aan de rechterzijde. Hiervan deden 12 patiënten mee in Nederland en deze patiënten trainen voor 6 weken met Merlin in de thuissituatie. Alle patiënten gingen vooruit in armfunctie. Dit hebben wij getest met 3 armfunctietesten. De Fugle-Meyer Assessment, de Wolfmotorfunctietest en de Action Research Arm Test. U ziet bij elke test het aantal maximale punten en de MCID. Dit betekent Minimal Clinically Important Difference, een maat voor wanneer de patiënt ook de verbetering kan merken.
De verbeteringen op de Fugle-Myer Assessment en Wolf Motor Function Test waren meer dan de MCID. Dit betekent dat de verbetering klinisch significant was. Dit was niet het geval bij de Action Research Arm Test. Bij deze test worden er bijvoorbeeld verschillende vingergrepen getest. Met Merlin wordt er alleen maar grove extensie en flexie van alle vingers tegelijkertijd geoefend. Dit kan de reden zijn waarom er geen klinisch significant verschil op deze test werd gevonden. Uit de resultaten van de studie konden we een aantal conclusies trekken. Patiënten vonden het heel erg fijn als ze thuis konden trainen. Hierdoor konden ze zelf bepalen wanneer training voor hun goed uitkwam. Alle patiënten gingen vooruit in armfunctie. Dit merkte zij in het dagelijks leven door minder vochtophoping in de hand, meer beweeglijkheid in de pols of meer beweging in de schouder. Patiënten vonden de spellen leuk en uitdagend. Al was er wel weinig variatie in spellen. Dit zouden ze graag nog verbeterd zien. Merlin was simpel en eenvoudig te begrijpen. Na een training van 1 uur konden de meeste patiënten zelf meteen aan de slag. Toen we het apparaat gingen ophalen na 6 weken, zeiden de meeste mensen dat ze het nog wel wat langer hadden willen houden. Dit laat wel zien dat patiënten het erg leuk vonden om met Merlin te trainen. Verder kregen patiënten dus veel meer training dan ze anders zouden hebben gekregen in de reguliere zorg. Meer training is bekend dat het zorgt voor een betere armfunctie. En dat hebben we in deze studie ook laten zien. Enig minpunt wat nog is genoemd, is dat het apparaat vrij groot was en daardoor voor sommige patiënten niet heel comfortabel. Kortom, Merlin was een groot succes. Hartelijk bedankt voor het kijken naar dit informatieve filmpje over Merlin. Tot ziens!